Een hele goede morgen allemaal. Het is weer maandag. Welkom bij een nieuwe weekvlog vanuit Oostenrijk. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag en ik ben nog steeds in Oostenrijk voor een weekje wintersport. Ik heb vanmorgen al hard gelopen, dat kun je misschien wel aan de kleur zien. En ik zal zo meteen even wat prachtige winterbeelden erin zetten die ik net heb gemaakt. Vandaag is op de planning. Ik ga nu me omkleden om te gaan skiën. Want ik ga zo meteen skiles nemen. Dat was niet helemaal de planning. Maar ik heb jarenlang gesnowboard en dat ging altijd super goed. Nu kwam ik hier en ik heb één keer thuis een keer in Amerika geskiet. Gewoon op zo'n babyheuvel, weet je wel. Ik dacht, nou gaat best goed, kan ik hier ook wel. Maar het valt toch een beetje tegen. Dus ik ga eventjes één lesje nemen. Dan hoop ik dat het gewoon technisch gewoon een stuk beter gaat. En dat ik makkelijker vooruit kan in ieder geval. En dan kan ik hopelijk de komende 2 dagen gewoon nog net wat beter skiën. Maar ook gewoon alle komende jaren die nog volgaan. Want het liefst zou ik gewoon eigenlijk gaan skiën in plaats van snowboarden. Omdat ik denk, naarmate ik ouder word, dat dat gewoon net wat handiger is eigenlijk. Dus ik ga me nu lekker omkleden en dan gaan we naar buiten. Nog even een outfit of the day. Thermo shirt, thermo legging, ski sokken. Toppie. Oké jongens, we hebben echt lekker geskiet vandaag. Ik heb dus 1,5 uur les gehad en dat was echt wel super chill. Want dat heeft gewoon heel veel geholpen. Ik deed het op zich best goed, alleen ik deed het gewicht van mijn bovenlichaam soms net wat in de verkeerde richting. Waardoor ik mezelf echt aan het tegenwerken was als het ware. Maar dat is nu opgelost, dus dat is super chill. En ja, het ging eigenlijk best wel goed. Het is nu een uurtje of 5. We zijn terug, we hebben net even wat gesnackt en thee gedronken. Ik ga nu een klein beetje krachttraining doen, denk ik. Gewoon even heel simpel wat lichaams-eigen oefeningetjes. En dan zit de dag er eigenlijk alweer bijna op. Het is ook echt super warm hier trouwens. Echt zweet. Ik heb alleen nu zeg maar een zweethemd aan en een sport-BH. En dan mijn skijas natuurlijk over. Maar het is warm, echt. Mijn haar van mijn helm, mijn zweet ook echt de hele tijd helemaal. Dus echt... Het is gewoon super warm, maar het is wel super mooi ski weer. Dus we hebben het heel erg naar ons zin. Nog 2 dagen skiën en dan moeten we eigenlijk ook alweer zelf weer naar huis. Maar ja, zo gaan die dingen nou eenmaal. Het was een hele korte skivakantie deze keer, maar wel heel fijn. En ja, tot morgen denk ik pas waarschijnlijk weer. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag... Welke dag is het vandaag? Het is vandaag dinsdag. En ja, we zijn weer op weg naar de piste. Gisteren ging het skiën best wel lekker, dus ik hoop dat het vandaag ook weer zo is. En... ja, we hebben er zin in. Het is weer super mooi weer. Dus het gaat helemaal goed komen. Zo, het skiën zit er weer op vandaag. We zijn weer thuis, zo fel licht hier zo. En ja, ik heb me klaargemaakt. We gaan nu buiten de deur eten. Ik ben bang dat de vegankeuze echt nul is. Misschien frietjes, sla, maar daar houdt het wel op. Want wat ik tot nu toe bij de pistes heb gezien is niet al te best. Dus we gaan het zien en jullie horen het later wel. Goedemorgen lieve mensen, ik heb een uurtje gelopen en dat ging goed, maar het was wel pittig. Het ging het eerste stuk omlaag en daarna ging ik echt volle bak recht omhoog. Gewoon, gewoon bergop zeg maar, niet een heuveltje, maar echt berg. Het was pittig, maar wel lekker. Ik heb gegeten en nu ga ik me klaarmaken om weer te gaan skiën.
Het skiën zit erop voor vandaag. Eigenlijk voor de hele week natuurlijk, want het was ook de laatste dag. We zitten nu in de auto op weg naar het zwembad, want we gaan even proberen of we nog een beetje kunnen zwemmen. Of het een fatsoenlijk zwembad is, dat zullen we nog even moeten afwachten. Maar goed, in ieder geval wel lekker om even in het water te zijn en even de beentjes en de armen een beetje te ontspannen. Even een andere beweging dan dat skiën de hele tijd. We zijn op weg terug naar huis. We zitten lekker in de auto en we zijn al best ver. We moeten nog een kilometer of 300 en dan zijn we thuis. En het was een fijne vakantie. Maar het is ook altijd wel weer fijn om naar huis te gaan. Ik ben blij dat het skiën uiteindelijk toch nog wel lekker ging eigenlijk. We zijn gisteren nog best wel een klein tochtje gaan maken. Dus dat is leuk. Dat maakt het ook gewoon spannender dan wanneer je alleen maar dezelfde kant is op en neer gaat. Als je gewoon verder weg kan, verschillende liften kan nemen en een rondje maakt, dan is dat natuurlijk super leuk. Gisteren het zwemmen ging ook nog op zich wel prima. Het was niet echt een zwembad extreem geschikt om in kiting te trainen. Maar ik heb gewoon 3 keer een kwartier lekker gezwommen. En dat was wel prima voor mijn armen. Morgen ga ik aan het werk en dan van het weekend gaan we gewoon weer even lekker trainen. Oké, we zijn veilig thuisgekomen en ik ben weer in mijn eigen huisje. En iets te fanatiek, ik heb mijn hardloopkleren aan. Want ik ga eigenlijk ook meteen weer weg, want ik ga naar de baantraining. Het is natuurlijk donderdagavond en afgelopen week niet super serieus getraind. En aan de ene kant ik ben wel moe van het skiën, maar aan de andere kant ik wil ook weer een beetje trainen. Dus we gaan maar gewoon vandaag even naar de baantraining. En morgen is het gewoon een rustdag, dus prima. Vanavond even afzien en dan gaan we kijken hoe de benen voelen na al dat skigeweld. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag en ik ga de weekvlog nu even bewerken. Dus het kaartje uit deze kamer ga ik eruit halen. Gisteren heb ik hard gelopen nog op de baan. Ik had wat last van mijn rug, maar dat komt een beetje door het skiën, want dat had ik de hele week al. Maar verder ging het eigenlijk best wel oké. Ik heb niet extreem voluit gelopen, maar gewoon chill. Even de benen weer in beweging brengen. Dus dat is fijn. Vandaag is een rustdag, want die staat op het programma en ik wilde eerst iets inhalen. Maar ik denk, laat me maar gewoon even rustig doen vandaag. Zometeen ga ik naar mijn werk toe en daar blijf ik eigenlijk ook tot 9 uur vanavond. Dus ja, heel veel boeiends heb ik niet te vertellen vandaag. Ik ga nu dus de weekvlog bijwerken. En dan zie jullie denk ik morgen pas weer. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. En het lijkt erop dat we een indringer hebben gehad terwijl we op vakantie waren. We hebben hier allemaal pluizen en zaagsel. En het lijkt net alsof hier iets aan het knabbelen is. Dus we moeten gaan kijken wat dit is. Oké, de boodschappen zijn gedaan en we zitten nu in de auto, want het is weer tijd voor een trainingswedstrijdje. Helaas was het de tweede voor mij. Ik weet niet in al die weken wat er mis is gegaan, maar ik heb er dus nog maar 1 gefietst. En waarschijnlijk is dit ook meteen weer de laatste, want de komende zaterdag heb ik ook geen tijd. Dus we gaan vandaag er maar even het mooiste van maken. Het is super lekker weer, dus dat gaat in ieder geval goed komen. Ik ga daarna lekker op de fiets naar huis en dan fietsdagje dus vandaag. Jongens, ik ben terug en ik ben echt helemaal gesloopt. De wedstrijd was echt heel pittig. Er werd super hard gereden. En ik weet niet waarom, maar het was gewoon heel erg zwaar. Mijn benen herstelden ook niet. Ieder rondje werden mijn benen zwaarder en kon ik minder goed aanzetten. Omdat ik dan weer kramp kreeg. En het was echt zwaar. Daarna ben ik naar huis gefietst. Dat is ongeveer een kleine 50 kilometer. En het was wind tegen, het was pittig, het was gewoon zwaar. Alles was gewoon zwaar vandaag. Of misschien waren mijn benen gewoon slecht, dat zou ook nog kunnen. Ik ben nu in ieder geval heel erg moe. Ik ga lekker douchen. En dan ga ik naar de verjaardag van mijn opa. Want mijn opa is jarig. Dus we moeten even opschieten, want het is ook al best laat nu. En daarna ga ik uit eten met vriendinnen. Dus dat is ook wel heel erg gezellig bij de VIP. Dus waarschijnlijk ga ik dan weer voor de groentesoep. De pizza zonder mozzarella en het mango sorbet ijs, zoals altijd. Maar wel echt super lekker en heel erg gezellig natuurlijk. Dus daar gaat het om. Ik ga me nu snel klaarmaken en dan tot straks. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondagochtend. Ik heb net lekker pannenkoekjes gebakken. En ik ga nu naar het zwembad toe. Want vandaag wordt weer even tijd om in de trainingsmode te komen. Ik heb gisteren natuurlijk alweer lekker ver gefietst, maar ik voel me toch nog steeds wel een beetje zo van laat mij maar chillen en niet te veel geks doen. Maar goed, vandaag wordt dus toch gewoon wel echt een serieus trainingsdag. Ik ga nu naar het zwembad en daarna ga ik hardlopen. Ik moet heel eventjes kijken, want op de planning staat 2 uur en 10 minuten hardlopen, duurloop. Die ga ik wel proberen te doen.
Maar ik heb natuurlijk nu afgelopen week niet echt super fanatiek hard gelopen of serieus. Dus ik wil wel eventjes kijken hoe het gaat. Want als ik zeg, nou ik heb weinig hard gelopen en ik ga nu ineens zo'n lange afstand doen, dan weet ik niet of het goed gaat komen. Dus we gaan eventjes kijken hoe dat gaat. Het is wel weer extreem lekker weer vandaag. Dus ik kan gewoon in een korte broek gaan hardlopen, denk ik. Dat is wel heel fijn. En die bitte benen van mij, die mogen ook echt nog wel een beetje bruin worden eigenlijk. Maar ik ga nu lekker naar het zwembad en dan gaan we het straks zien met hardlopen. We hebben dus trouwens ook wel echt een muis in huis. Want hier had hij gisteren geknabbeld. Dat hebben we schoongemaakt en hebben we dichtgezet. Maar nu is hij hier bezig geweest. En heeft hij gewoon een stukje van de deur opgegeten. Dus ergens zit hij in huis. Alleen we weten nog niet waar. Mijn vriend hem één keer door het huis zien rennen. Maar hij is zo snel dat hij gewoon niet te pakken is. Dus we zijn nu heel even aan het bedenken van hoe gaan we hem vangen. Want we moeten hem vangen. Ik wil geen muizenklem zetten. Ik wil hem gewoon vangen en naar het bos brengen of zo. Om weer buiten neer te zetten. Dus we gaan kijken of dat lukt. Ik ben niet bang. Ik ben er niet bang voor. Ik vind het niet eng. Maar ik vind het wel zielig. Want dat beestje zit hier denk ik gewoon dus al 3 dagen binnen. En die wil gewoon naar buiten. En die heeft honger en alles. Dus ik hoop gewoon dat we hem kunnen vangen. En dat we hem weer naar buiten kunnen brengen. Nu naar het zwembad. Zo, nou ik vond best wel een pittige zwemtraining eigenlijk. Ik ben er best wel moe van. Ik zal zo meteen het schema wel even laten zien. Maar het was best wel... Het was best wel pittig, maar goed, maakt niet uit. Ik ga nu lekker genieten van het zonnetje, naar huis fietsen, wat eten en dan gaan we lopen. Maar jongens, dit weer is toch echt niet normaal gewoon. Oké, dit was de zwemtraining die ik vanmorgen dus heb gedaan. Zet hem even op pauze als je dit wil blijven zien. En nu heb ik een korte broek en hardloopschoenen aan, want we gaan een stukje hardlopen. Oké, jongens, ik ben terug van het hardlopen. 2 uur gelopen en het was zwaar. Dit was echt een hele zware. Eerste 1,5 uur denk ik, of zo ging echt lekker. Ik dacht, jeetje, dit gaat echt goed. Die extra rode bloedlichaampjes van de bergen, die doen het goed. Maar de laatste 1,5 uur had ik het zwaar. En ik heb wel gedronken. Ik heb 2 van deze flesjes leeg helemaal. Eentje met diksap, er zit nog een klein beetje in. En eentje met water. En ik heb nog wat Cliff Bar Blocks op. Dus daar kan het niet aan gelegen hebben. Maar ik ben echt helemaal leeg. Mijn benen doen pijn. Het is echt... dit was een hele zware. Oké, we hadden dus de muis gevangen. Hij liep op een gegeven moment gewoon door de kamer. In het begin was hij steeds spoorloos. En uiteindelijk liep hij dus gewoon door de kamer. En we konden hem niet pakken. Dus hij ging ook niet in de... We hadden een klein muizenvalletje gezet, maar daar ging hij ook niet in. Dus toen hebben we gewoon een doos bovenop gezet. Toen hij heel snel weg wilde lopen. En toen bleef hij een beetje ondergeschoven. En toen hebben we hem naar het bos gebracht. Dus hij is nu weer lekker thuis bij het bos. Ik weet niet of hij daar thuis hoort eigenlijk. Maar hij is lekker vrij in ieder geval. Wij gaan nu lekker eten. Ik heb quesadilla's gemaakt. Dus dat is chill. En het nieuwe seizoen van Homeland staat ondertussen op Netflix. Volgens mij is iedereen hem al aan het kijken. Maar daar gaan we ook even een beginnetje aan maken. Zo lieve mensen, dat was de weekvlog hier deze week. We begonnen in Oostenrijk en we eindigden gewoon weer in Breda. Het was echt een hele leuke week. Gewoon super lekker nog geskiet. Heel erg veel mooi weer gehad in Oostenrijk, maar ook hier. Dus dat is natuurlijk altijd fijn. Het zonnetje doet altijd goed. Ik heb nu wel wat kleur gekregen van de zon, maar ik ben ook gewoon moe. En daarom ben ik ook een beetje rood. Maar hey, niks aan te doen. De muis is dus gevangen, die is weer lekker naar buiten. De wasmachine staat eraan, zoals je kan horen. Dus ja, alles is gewoon weer normaal. En we gaan morgen gewoon weer met een normale week van start eigenlijk. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je hem leuk vond, doe dan je duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe video's. En dan zie ik je heel graag volgende week weer in een nieuwe weekvlog. Doei!